Hier achter me zie je Sheryl Sandberg. Sandberg is, tot gisteren was de Chief Operating Officer van Facebook. Sandberg benaderd door Mark Zuckerberg om haar intellect, om haar verstand van zaken doen. Tot dat moment dat zij binnenkwam was het met name een soort hobbyistengroep. Die zich vooral bezig hield met allerlei leuke zaken en dat moest wat professioneler worden. Dus Sheryl Sandberg werd aangetrokken. En tot gisteren was ze Chief Operating Officer, zoals ik zeg. Maar sinds gisteren is ze dan toegetreden tot de raad van bestuur van Facebook. Positie die ze verdiend heeft, wat mede dankzij haar is, hoe je ook denkt over de initial public offering van Facebook, toch een succes geworden. Zeker voor Facebook zelf. Wat nu opmerkelijk is, voor een jonge multinational als Facebook, en een jong actief bedrijf met vaak jonge mannen en vrouwen, is dat ze in het 7-koppig bestuur de eerste vrouw is. Sheryl heeft er dan nog heel wat voor moeten doen om die positie binnen Facebook te bereiken. En aan Sheryl Sandberg wordt aandacht besteed door Anne-Marie Slaughter. Anne-Marie Slaughter die heeft deze week een artikel geschreven. En dat artikel heeft de titel Why Women Still Can't Have It All. Waarom vrouwen nog steeds niet alles kunnen hebben. En dat artikel dat roept in de Verenigde Staten nogal wat op. Dat maakt nogal wat emoties los. Er zijn voor- en tegenstanders. Wat ze eigenlijk aangeeft is, Slaughter, van de mogelijkheden voor een vrouw om carrière te maken zijn nog lang niet optimaal. Zijn nog lang niet goed. Nou, als wat dat betreft weinig nieuws wat Slaughter vertelt. Het is wel degene die het vertelt. Slaughter heeft zelf een zeer mooie carrière achter de rug. Ze is toegetreden tot in de top van de Obama-regering en was op dit moment dean van Princeton University. Vrij actieve baan, een baan die er wel toe leidde dat ze alleen in de weekenden thuis was. In de weekenden thuis bij een gezin dat geleid werd door haar man. En ze hebben ook twee puberale zoons, waarvan de oudste 14 is. Pijnlijk constateerde Slaughter dat ze het contact met haar 14-jarige zoon dreigde te verliezen. En op dat moment kon ze niet anders dan een stap terugzetten in haar carrière. Let wel, Anne-Marie werkt nog steeds. Ze zet zich nog steeds in, maar niet meer op het niveau wat iedereen van haar verwachtte. En met name dat zij, een vrouw waarvan iedereen zei, ze maakt een wereldcarrière, dat die een stap terug doet. Ja, dat is symboolbuilding en dat maakt wat los. Nu is de werksituatie in de Verenigde Staten natuurlijk totaal anders dan bij ons in Nederland. Dat mag je niet met elkaar vergelijken. Maar toch, wat Slaughter aangeeft in haar artikel, is ook voor ons relevant. Want het heeft er namelijk mee te maken, zijn de culturele omstandigheden binnen bedrijven wel optimaal om vrouwen een carrière te laten maken? Dat vraagt ze zich af in haar artikel. Ik geef er een korte reflectie op. En kijk maar eens wat je ermee kan doen. Want inderdaad, ik ben het met Slaughter eens, wil je optimaal kunnen profiteren van diversiteit, wat natuurlijk breder is dan alleen mannen en vrouwen, dan ga ik met haar mee, dan zal er een cultuurverandering nodig zijn. En dat maakt haar artikel, wat ze schreef deze week, heel erg interessant en leerzaam. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook voor ons. Voor bedrijven, voor managers, voor leidinggevenden, mannen en vrouwen die diversiteit in hun bedrijf echt tot een issue willen maken. Een meer dan mooie uitdaging, denk ik dan.